De Kersverse toernooidirecteur krijgt op zijn eerste toernooi al direct te maken met een topper die nog op het laatste moment afzegt. Heel erg jammer voor onze swimcup dat de grote ster en mijn grote favoriet Marleen niet mee gaat doen. Maar ik ben heel erg gelukkig voor haar en er zijn belangrijkere zaken in het leven. Pas een paar dagen geleden besloot Marleen Veldhuis... Ja, het was gepland en ik ben er heel blij mee. ...dat ze echt niet meer mee kon doen. Ik ben heel fit en ik train ook gewoon... ik maak gewoon mijn trainingsuren wel ietsje rustiger. Dus ik moet mijn sprints en mijn gretigheid bewaren tot volgend jaar. Want Marleen Veldhuis wil ook na de bevalling doorgaan met haar topsportcarrière. Met als ultiem doel de Spelen van Londen 2012. Ja, en het zal ongetwijfeld een hele uitdaging worden. Maar ik denk dat dat absoluut moet kunnen. Ja. De Zwemcup Eindhoven wordt het eerste internationale zwemtoernooi waar snelle high-tech zwempakken verboden zijn. We spreken over een zwarte bladzijde in de zwemgeschiedenis, maar dat we dat allemaal achter ons hebben gelaten en dat we ons kunnen focussen op unieke zwemmers en zwemtalenten en met name mooie zwemraces. Die races mogen alleen worden gezwommen in zwemkleding van textiel. Mochten ze dan een wereldrecord verbeteren, dan krijgen ze daar mooi 10.000 euro'tjes voor en zijn ze dat ook absoluut waard. Wij gaan persoonlijk al die zwemmers even controleren op kleding. Nee, dat geloof je toch niet, hè? Het is natuurlijk zo dat nadat door een wereldrecord gebroken is, dan wordt de zwemkleding gecontroleerd. Dat zal dan gelijktijdig gebeuren met de dopingcontrole. De verwachting is dat er 3 wereldrecords verbroken gaan worden. En dat betekent als zij een record breken, dan wordt er contant afgerekend. Dus enkele tienduizenden euro's hopen wij zeker kwijt te zijn. Goed, we sluiten af.